dit is eigenlijk een gebied wat exemplarisch is voor de periode van 1000 tot 300 jaar geleden. Eigenlijk is in die periode het Westfriese landschap behoorlijk veranderd. Met een team van experts heeft een werkgroep van het Westfries Genootschap de metamorfose van het Westfriese landschap in kaart gebracht. Op de Zuiderdijk bij Schellinghout komen heden en verleden samen. Het begon eigenlijk rond het jaar 1000 met dat de mensen hier het veengebied introkken. Ze kwamen daar te wonen, gingen boerderijen bouwen en gingen vervolgens het veen ontwateren door sloten te graven. Heel veel sloten, want er zat ook heel veel water in het veen. En daardoor ontstaan er lange stroken in het landschap die ook nu nog terug te zien zijn. Als je in Schellinghout over de dorpsweg rijdt, rij je eigenlijk over de voormalige Veenrivier uit de middeleeuwen, met tientallen bochten. Er volgt daarna een periode met veel dijkdoorbraken. Er worden molens gebouwd en het water wordt naar de Zuiderzee gepompt om de Westfriese tegen het water te beschermen. De dijk die is aangelegd, eerst die dijk, nu deze dijk. Het landschap is toen definitief in Westfriesland veranderd. Een van de doelstellingen was om de geschiedenis van het Westfriese landschap met een groot publiek te gaan delen. De werkgroep wil lesmateriaal ontwikkelen voor scholen, zodat vooral de jongeren meer aandacht krijgen voor het landschap om hun heen. Als er landschappelijke veranderingen zijn, bijvoorbeeld in de politiek, plannen over grote kassengebieden, over nieuwbouwwijken, dan verandert hun landschap, hun leefomgeving, dat ze daar ook een goed onderbouwde mening over hebben. Want de metamorfose van het landschap is continu in beweging. Energietransitiemaatregelen. We zien nu al de eerste windmolenparken, je ziet ze daar ook staan, in Westfriesland binnenkomen. We zien ook de zonneparken die ontstaan. Er komen steeds meer kassen bij. Het landschap wordt steeds intensiever en met meer schaalvergroting eigenlijk bewerkt. Dus het zijn ontwikkelingen die in de komende 10 tot 30 jaar, en zeker de energietransitie, die gaan plaatsvinden.